Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and we have a new Best as Anger performance. Today I'm gonna watch Samantha with you my friends. When I reacted Tim Ackerman's sing song Nemo for Florian Sen, I saw Samantha's and her very impressive deep voice and I was so curious. First of all, I watched her performance for Florian Sen. It was very impressive and very sincere, very lovely video. It was very emotional for her and for us, of course. Martin suggested that video, as I remember. And now today I want to react one performance from Samantha. I learned that she is singing folk songs and I love that style, that genre, folk songs. And Kobe just shared this video with me and there are subtitles. So let's start. Samantha. She's gonna sing a song for Rolf Sanchez in this episode, okay. Jij vertelde net al dat je natuurlijk heel veel... I'm not sure if I know Rolf Sanchez, but okay. She's gonna song for Rolf Sanchez. Internationale muziek draaien, natuurlijk ook Spaanstalig. Ja. Maar ook Nederlandstalig. Ja. Ik hoorde net al Maybe this guy is Rolf Sanchez. Ja. Okay. Ja. En dan kom ik natuurlijk even bij Samantha. Ja. Samantha! Jij bent natuurlijk onze... André Hazes. De Nederlandstalige koningin. Ja, maar dat vond ik wel een beetje makkelijk gedacht. Ik ga niet iets van Hazes doen. Oh, nee? Nee. Ik ben een paar keer gevraagd om op begrafenis te zingen. En daar ben ik zoveel slag van geweest, dat doe ik nooit meer. Totdat mijn oma overleed. En ik had ook echt zo'n goede band met mijn oma als dat jij ook hebt. En toen heb ik het wel gedaan, in de kerk. En ik weet hoe moeilijk het is. Maar ik weet ook dat jij hebt gezongen voor je opa op zijn begrafenis. Mm. En ik heb dat liedje voor jou uitgekozen. Nee. Oh. Wow. This is gonna be another emotional song. Come on, Samantha. Come on, Samantha. You're gonna cry us. You're gonna make us cry. Toen. Not van Luis Miguel. Yes. Hoe ging dat, Rolf, toen? Ja, dat was vrij heftig. Mijn opa die is altijd super gezond geweest. Op een gegeven moment was hij jarig en hij zei dus dat hij buikpijn had. Maar als mijn opa pijn heeft... Dan hij komt uit de oorlog, dus als hij pijn heeft, dan is er echt iets aan de hand. En toen zijn we een paar dagen later naar de dokter gegaan. En een week later kregen wij uitslag dat hij kanker had over heel zijn lichaam. En dat uitgezaaid was. Oh, no. En nog een week later overleed hij. Zo. En wij waren elke dag daar en op een gegeven moment vroeg hij aan mij... zou jij alsjeblieft dit liedje voor mij willen zingen? Nee. En, dat is wel heel heftig. Ja, dat is heel heftig. En dat heb ik wel gedaan. Wow. Schiet weer vol. Dus dat jij dat gaat zien. Oh, come on. Please don't make me cry. This is very emotional. And I remember my grandfather. I lost my grandfather soon. This is emotional. Dat ding is wel een enorme eer. Ja. Ik kan mijn best doen. Ja. Wow. Het is een Nederlandse tekst geworden wel. Door Bram Koning gemaakt. Mooi. Volgens mij is het al redelijk gelukt. Ik ben zo benieuwd. In ieder geval vanuit mijn hart gezongen, dat is het belangrijkste. Dat geloof ik best. Ik ga mijn best doen. Succes. Ik vond het heel erg spannend om mijn liedje aan te kondigen aan Rolf. Omdat ik niet wist hoe hij in zijn emoties zou gaan zitten. We hebben natuurlijk gemeenschappelijk dat hij dan voor zijn opa heeft gezongen op begrafenis. Ik voor mijn oma. En wij hebben ook echt zo'n lekkere hechte familieband. En dan ga je zo'n liedje zingen, tuurlijk voor hem, maar ook een klein beetje voor mijn omaatje. Dit liedje is gewoon een van de mooiste ballads in het Spaans. En ik ben zo benieuwd hoe ze dit gaat doen in het Nederlands. Ja. Zonder jou is er niets dat mij nog boeien kan. En de nachten, ze duren veel te lang. Niet meer veilig in jouw armen. Ik mis jouw lichaam, mis de warmte. Het is voorbij. Zonder jou. Heb ik niets, alleen herinnering.
nog wat foto's, een brief, die eerste ring. Een oude boom met onze namen, onafscheidelijk. We waren altijd samen, zonder jou. When I first heard when she was speaking, I realized that how characteristic voice she has. And I liked her deep voice, especially when she sang for Florianson. When I watched it privately, I loved her voice. And in this performance also, her voice is very touching, right? Very beautiful, very effective. Tussen de mensen in de straten, ik wil nog zo graag ook met je praten. Zonder jou wil de zon maar niet gaan schijnen, blijft het koud. Wil jouw bed maar niet verdwijnen, ik leef voor jou. Nee, ik heb geen andere reden, klap me van. God, I am trying to not to look crying people because I don't want to be that emotion and I don't want to cry like them, with them. No, I don't want to cry. But this is very emotional. This video is very emotional. It is very difficult. It is very difficult to react. Okay. I feel very emotional right now. Okay. And my cup is not good, right? This performance, yes. She has very solid voice, very heavy, but not that mean, not bad mean, solid, like a rug, like very effective. It affects you so good. Yes. Oh no! Het is de avond van de zakdoeken. In mijn echt. It is the evening of the anger ships, come on, yes. Oh yes, this is very difficult for me. It was very difficult. I just tried to read the lyrics and tried not look to the crying people because this is not easy for me to see crying people. It affects me badly. Het optreden ging echt heel erg lekker, maar ik was wel heel erg in mezelf. Ik keek wel een paar keer naar Wolf, omdat ik ook gewoon het echt naar hem toe wilde zingen. En ik heb eigenlijk niet meegekregen wat er op de banken gebeurde. En toen ging ik zitten en toen hoorde ik dat er meerdere mensen zaten te huilen, inderdaad. Jij gaat altijd zo doen, morgen ben je met alles wat uit je strot komt. Ik heb er niet veel woorden voor. Het was namelijk echt niet te beschrijven. Alles wat zij zingt en alles wat zij doet. Ik voel dat gewoon. En ik niet alleen, iedereen op de bank en waarschijnlijk heel Nederland nu. Ja, twee vliegen in één klap, Emma. Ja. Kill two birds with one stone. Oh. Ja, met mijn vriendjes net uit, dus dat kwam echt super hard binnen. Oh, oké, okay. Emma. En ik heb ook nog niet echt heel veel erover moeten huilen, dus ik denk dat het nu langzamerhand lekker eruit gaat komen. Nou ja, hè?
Ja, en dan... Oké, Emma. So is it end? I'm sorry if I stopped. Is iedereen geweest? Ja. Yeah. Hoe vond je het? Okay, so this is the end of the performance, Samantha. And she sang the song. Maybe it is without you. I don't know the name of the song, but it was very emotional. I remember that she said it's a Spanish ballad, emotional song, and she made it Dutch for this performance. And I remember that she translated Florianson's song also to English to Dutch, from English to Dutch. Okay, she is doing this kind of arrangement so good. Samantha, you are talented, my friend. Your voice is so beautiful, very deep, very solid, very effective, beautiful, but you have talent. Okay, thank you for finding this video, Kobe. I know that you searched very much without lots of without subtitles video. I read all of that. Thank you for your efforts. Thank you for sharing this video with us. And thank you, my friends, for watching it with us. It was emotional and it's always beautiful video to watch this kind of videos with you. Thank you. Have a nice day. Take care of yourself. And let's meet you in the next videos. Bye bye.